Bij het Antwerpse district Deurne in de buurt van het Bosuilstadion is het vanavond tot de rel gekomen, vlak voor de voetbalwedstrijd Antwerp-KV Mechelen. Dat is een wedstrijd uit de tweede klasse. De politie stuurde de grote middelen onder meer een waterkanon ter plaatse en verrichtte uiteindelijk ruim 60 aanhoudingen. Voor een onderdeel daarvan zijn supporters van het Nederlandse Feyenoord, waarmee de supportersclub van KV Mechelen geïnteresseerd is. Voor de precieze aanleiding tot de rellen bestaat nog geen duidelijkheid. Wel zijn het minstens twee supporters naar een ziekenhuis af. Ja, dat is weer, hè. Look!